Op het hoge land in Groningen zijn diverse daken van boerderijen en kweekassen bezweken onder de sneeuwlast. Voor vele boeren en tuinders betekent dit een ramp. Het is niet voorbij. Nee, ik moet hem herstellen hoor. En dat kost een kapitaal. En de verzekering ten oude kaart, dus mijn leven verzekerd, dus ik kom er niet uit. Dus ik moet hem inkorten of wegbreken. Het Groningse dorp Zeildijk is een van de zwaarst getroffen gebieden. Hier zijn tientallen huizen volledig onder de stuifsneeuw gewaaid. En er is vaak geen beginnen aan om te gaan ruimen, want door de toenemende wind en de verse sneeuw lijkt de situatie uitzichtloos. De noorderlingen kunnen de borst wel nat maken, want volgens de weervoorspellers komt er niet veel goeds aan, om dan nog maar te zwijgen over de catastrofale gevolgen van een plotseling invallende dooi. Nu is het zo dat er mensen al onderweg zijn, heb ik begrepen, die gezellig komen kijken hier als dagtocht. Wat zegt u daarop? Alsjeblieft niet. En wanneer ze toch komen, dan zullen wij moeten schrijven en hun gaan weren van de weg. En als iemand laat het beslist niet toe om dat te doen, want we zitten hopeloos aan. We moeten de wegen openhouden. De meeste wegen die hebben wij op het ogenblik nou een gat van bij wijze van spreken 2 meter. En die moet alleen voor hulpverlenende diensten. En helaas, het is gisteravond al begonnen. We hebben zelfs diverse mensen moeten uitgraven. Die waren heerlijk bezig met de kinderen een fotootje te nemen van een ander zijn ellende. Maar dat gaat nou één keer niet. Minister-president Van Agt had gisteren het wekelijkse kabinetsberaad geschorst om samen met de minister Scholten van Defensie en tuinman van Verkeer polshoogte te nemen in het noorden. Dag meneer Van Agt. De laatste keer dat ik u in deze contrij ontmoette, zat u op een racefiets. Ja, het was dus weer ook aanzienlijk beter. Ja. U heeft al wat gezien in Friesland? Jawel, we hebben in Friesland. Eerst plaats zie je natuurlijk al heel veel. Wanneer je met een helikopter laag over het land vliegt, dan zie je hoeveel wegen er dicht zitten. Hoeveel boerderijen en andere bedrijven, maar vooral boerderijen, geïsoleerd zijn. En hoe is de situatie op u overgekomen? Is het een rampgebied of een noodgebied? Nou, met het woord ramp moet je natuurlijk wel een beetje zuinig omspringen. De situatie is beroerd. En de mensen hebben het zwaar, de dieren trouwens ook. Maar het zou tot een ramp hebben kunnen worden als die sneeuwstorm van 1-2 dagen pakweg een week lang zou hebben doorgeduurd. Dat is gelukkig niet het geval. Men begint nu de situatie meester te worden.